Paarden, fokkers en andere paardenliefhebbers waren deze dagen uit alle windstreken naar Goes in Zeeland gekomen om de centrale hengstenkeuring bij te wonen. 50 van de beste hengsten die het voortbestaan van het Nederlandse trekpaardenras moeten verzekeren, lieten zich hier van hun beste zijde zien. De dieren worden beoordeeld op exterieur, zoals dat heet. Men let daarbij op bouw, stand en gang. Veel paarden worden geëxporteerd, hetgeen bewijst dat het Nederlandse paard ook in het buitenland een goede naam heeft. De actieve paardenfokverenigingen in ons land staan er borg voor dat het Nederlandse ras zijn goede kwaliteiten zal blijven bezitten. Ook op deze keuringsdag zag men tal van prachtige exemplaren. De beste van allemaal was de 5 jaar oude bruinschimmel Wilfried. Hij bleek alle goede eigenschappen te bezitten en werd dan ook kampioen van de afdeling Zeeland.